Voor ongevaccineerden, hoe staat u daar tegenover? Heeft u zoiets van, zet ze allemaal maar weg? En... Nou ja, je zou kunnen zeggen, zet ze allemaal op een eiland en dan laat ze het maar zien. Dat kan natuurlijk niet. Dat zou een ideale oplossing zijn, maar dat is niet acceptabel. Dat doet u altijd bij dieren, hè? Ik ben dierenarts en als wij bij dieren een Montclausier-uitbraak hebben, dan zijn we heel rigoureus. En is het isoleren, klaar. Isoleren. Dat kan niet bij mensen. Dat kan niet bij mensen, dus dat kunnen we niet doen. Dat is het probleem met inderdaad een samenleving maken waar je gevaccineerde, niet gevaccineerde mensen... Je kunt aan de neus van de mensen niet zien of ze gevaccineerd zijn. Er is geen systeem om dat te vervolgen. Dus ik denk dat heel moeilijk is. Thomas, even, want Hugo de Jonge zei dat dus vandaag... en misschien toch die ongevaccineerden anders gaan behandelen. Is daar draagvlak voor in de Kamer? Ja, dat is de grote vraag. Vanmorgen hebben alle fracties natuurlijk vergaderd. Dat doen ze altijd op dinsdagochtend. En nou, daarna hebben we een beetje overal de tenen in het badwater gestoken. Van, hoe denken jullie erover? En de meeste partijen zeggen, ja, we zijn er eigenlijk nog niet uit. We wachten even af wat het OMT deze week gaat adviseren. En ze zien natuurlijk allemaal wel de heel opzichtige hints van Hugo de Jonge. Ja, ik weet niet of ik nog een hint kan noemen. Omdat hij dit wil. Alleen... Ja, je merkt in de Kamer dat partijen daar toch echt mee worstelen. Van ja, het is een tweedeling, moet je dat nou wel willen? Dan wordt er heel vaak weer gesproken, kan het dan niet met andere maatregelen... waarmee je dan wel dit aanpakt, bijvoorbeeld regionale maatregelen? Dat je zegt, nou, in gebieden waar niet veel mensen gevaccineerd zijn... waar de vaccinatiegraad laag is, dat je daar dan... maatregelen nemen. Gelooft u daarin, meneer Oosthout, in de grote steden, 3 van de 4 grote steden? Ja, ik denk dat Nederland daar relatief klein voor is. Want er is zoveel beweging tussen die steden. Kijk, in Duitsland heb je het natuurlijk met die deelstaten. De maatregelen in de verschillende deelstaten zijn verschillend. Dus daar zijn dat soort dingen mogelijk. Maar ik denk dat het heel erg moeilijk zal zijn om dat door te gaan voeren... om inderdaad een bepaalde stad... om die anders te gaan behandelen, daar kun je geen hek omheen zetten. Maken ze zich geen zorgen over de stemming in de samenleving? Er zijn heel veel mensen heel boos over die QR-code nu al. Als je dat gaat uitbreiden, dan krijg je toch echt nog veel meer gedoe. Nou ja, ik noemde net al even Kees van der Staaij. Hij zat ook net in het filmpje, hij noemde de zondebok. Hij haalde ook het voorbeeld nog erbij van... zo gaan we ook niet om met bepaalde bevolkingsgroepen. Je zegt ook niet van het is de schuld van de Marokkanen bijvoorbeeld. Dat kan ook niet. Nee. Waarom kan je dan wel zeggen het is de schuld van de ongevaccineerden? Dus van der Staaij is niet vaak zo boos. Dus dat zegt wel iets. En wat trouwens wel nog interessant was vanmiddag, vond ik D66... waarvan we weten dat die partij voor het onderscheid... tussen gevaccineerd en ongevaccineerd maken is. Terwijl het Kamerlid van die partij die erover gaat, Jan Paternotte... vanmiddag met een verhaal kwam met... ja, we moeten ook kijken naar de handhaving van de huidige maatregelen. Want waarom extra maatregelen als blijkt dat nu veel burgemeesters in het land... die coronamaatregelen die er nu al zijn niet goed handhaven? Begin daar nou eens mee. Oké, dus die zetten niet hard in. Die begonnen aan de voorzichtige kant, zeg ja, ze zijn er nog wel voor. Alleen ze zeggen van ja, misschien moet je dat eigenlijk alleen pas doen... als het echt niet anders kan. Als blijkt dat anders bijvoorbeeld horeca dicht moet, ja, dan liever die keuze maken... dan horeca sluiten bijvoorbeeld.